ik heb wel iets met de oorlog. Ik ben van net na de oorlog, 1945. Mijn ouders hebben mij verwekt in de oorlog, net na de hongerwinter. En ik denk dat ik daardoor wel iets heb meegekregen. Dat komt ook wel vanwege het feit dat mijn vader, zoals hij thuis, zijn ringen schikt. Weet dat zij zijn woorden weegt. Hapert de pen, leest zij gedachten. Tussen de regels geeft hij zich bloot. Haar brieven ogen als een zomerstrand. Zelfs potloodtaal houdt stand. Soms is het oorlog. Valt koud de inhoud op het lijf. Lijkt Halle de andere kant van het heelal. Zo schreven ze elkaar dichtbij. Verhalen als foto's, geknipt om in te lijsten. Bewaard in een kistje uit een wederopbouwwinkel. Nou, dat is een beetje de opmaak. Zo kan je geschieden iets veranderen en dan afgaan. Ja, zeker. Ja. Dat zich weer verstaanbaar maakt en ril onder de wind die je nooit zal verlaten. Ze mengden de bovenste laag ballast met cement. Dan kunnen ze op die voetse zuidgang allemaal cementsekjes liggen. Die werden opgemaakt. Er werd gestuit, er werd water overheen. Er werd vermengd met elkaar. De wals terug. En we gaan dadelijk aan de boerderkant kijken wie het gaat precies gecreëerd is. Nou, dit is wat je van binnen ziet en dan vermoed is het echt geweldig. Maar dan stingen we op een trapje die mensen blijven vroeg. Maar dus pas in het score. Zijn jullie dat verpleegd? Nee. Nou, nee. Ja, niet links, ja, rechts, links, rechts,
met een rechtdoor of een vaatrechtdoor. Timmy, dat kan. Ja, als je als heet lukt, hè. Die hebben niets gedaan, zeg ik op een gegeven moment. Die zijn niet een stapje terug gaan staan. Of, hè, en zo is hij daar een beetje aan ja, filosofisch over aan het peinzen. Nou, een van die teksten is dus het volgende. Er wordt zo vaak laatdunkend gesproken over de mensen die zich in dienst van de vijand stellen. Het was heel erg mooi en ja, fijn dat we dat alle vrijheid hebben.